Jongens, ik heb een shot van de dag. Ja, jongens, ik heb echt een shot van de dag. Gisteren liet ik je de kuifmees zien die ik filmde in Frankrijk bij Haute-Vallée-Lompe in de heuvels, in die naaldbossen. Maar ik zag ernaast de kuifmees andere mees. Dat was de zwarte mees. Dat had ik ook nog nooit eerder gefilmd. En die vloog mee in hetzelfde zwermpje als met die kuifmezen. En ook die zwarte mezen doken in dat stroompje wat vrijwel droog stond. Daar gingen ze zich in wassen. Maar de zwarte mezen lijken bij oppervlakkige beschouwing een beetje op koolmezen. Alleen ze zijn veel minder geel. En ze hebben een witte stip, een witte vlek op het achterhoofd. En ze zijn wat kleiner. En vooral donkerder. In het Engels heet ze ook wel de coal-tit. Coal. Coal. Zwart. Zwarte mees. Ook die zwarte mees kun je in Nederland zien. Wil je die zien? Ga dan vooral naar de Veluwe. Daar kun je ze vooral tegenkomen. Maar natuurlijk ook in de Brabantse bossen. En overal waar je maar vooral naaldbossen vindt. Maar tijdens de trek komen ze ook wel, vind je ze ook wel langs de kust. En zelfs in het binnenland. Ik heb zelfs meldingen gezien in de Alblasterwaard van zwarte mezen. Die zijn duidelijk op doortrek. Dat gaat nu beginnen. September, oktober trekken die beestjes door. Samen met andere mezen en zangvogels. Ga erop uit en probeer het verschil te zien tussen de zwarte mees en de koolmees.